Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate en een historieupdate. Ik moet er nog aan wennen voor vandaag. Het is 1 december 2016 en dit is het bulletin van donderdag. Vandaag deel 23 van de historie van ons hobby. Met nog steeds de veelbewogen historie van het bedrijf Heath en haar merk Heathkit. Als het qua tijd helemaal lukt, is er dan Mosje en een SSTV-plaatje in PD90 met op de foto linksonder de Heathkit H9 terminal en rechts daarvan de H8 computer. Met in de insert van de foto een draagbare Heathkit OCW-1401-01A luchtvaartnavigatiecomputer uit 1978. Als ik me heel veel verspreek of ik moet veel monteren, dan zijn de Mosje en de SSTV een herhaling, maar ik doe mijn best. Dit is deel 23 van de historie van onze hobby. In 1974 begon het bedrijf Heathkit met Heathkit Educational Systems, Heathkit educatieve systemen, waarbij met de heldere schrijfstijl van de handleidingen trainingmateriaal werd uitgebracht over algemene elektronica en over de opkomende computers. Heath breidde daarbij haar know-how uit naar digitale apparatuur en uiteindelijk ook naar gecomputeriseerde apparatuur. Met die kennis werden bijvoorbeeld digitale klokken en weerstations gebaseerd op deze nieuwe technologie op de markt gebracht. Hoe modern deze nieuwe richtingen ook, de kits van Heathkit werden op dat moment nog steeds met de hand samengesteld achter lopende banden met rollen die met de hand werden voortbewogen. Die productielijnen werden naar behoefte opgezet en weer afgebroken. Sommige kits werden overigens ook kant-en-klaar geassembleerd verkocht. Deze apparaten zijn nu nog te herkennen aan de W van Wired achter het typenummer. Het laatste grote succes van Heathkit was waarschijnlijk de introductie in 1978 van de Heathkit H8 computer. Veel van de eenvoudige computerboards van die begintijd werden als bouwpakket verkocht. Die bouwpakketten waren echter vaak wat primitief en soms lastig succesvol te voltooien. Heath had daarbij een naam in goed na te bouwen bouwpakketten en had ook de ervaring om dat ook in een nieuwe tak als computer zwaar te maken. De H8 was zeer succesvol, net als de latere H19 en H29 terminals en de H89, alles in één computer. De H8 en H89 hadden een eigen besturingssysteem HDOS en daarnaast ook CPM. De H89 was voorzien van twee Zilog Z80 processoren, één van de computer en een tweede voor de ingebouwde H19 terminal. De H11, een low-end DEC PDP-11 16-bit computer, was minder succesvol. Waarschijnlijk omdat deze substantieel duurder was dan de andere computers met 8 bits. De Zenith Radio Company, dat als Zenith Electronics met een Koreaanse eigenaar nog steeds bestaat, zag wel toekomst in de computers van het bedrijf en nam Heathkit in 1979 voor $63 miljoen van Schlumberger over, waarbij Heath verder ging onder de naam Zenith Data Systems, ZDS. Het belangrijkste argument voor de aankoop was de flexibele werkwijze van Heathkit bij de assemblage en de eigen nabijgelegen vestiging van Zenith en wat Heathkit aan ontwerpen in huis had. De combinatie Heath-Zenith bevond zich op dat moment in de voorhoede van bedrijven die pc's verkochten aan kleine bedrijven. De H89-kit van Heath werd herdoopt in Zenith Z89-Z90 en als een geassembleerde all-in-one computer met monitor en floppy drive ingebouwd werd hij verkocht. Het bedrijf had een overeenkomst met Peachtree om de boekhoud, accountancy en makelaardijsoftware van dat bedrijf met de computer mee te leveren. Kort na de introductie van de Z90 bracht het bedrijf ook een 5 megabyte harde schijf uit en externe floppy disk drives met double density, dubbele capaciteit. Terwijl de op PDP gebaseerde H11 heel populair was bij hobbyisten, bedachten de Heath-ingenieurs dat de PDP-microprocessoren van DEC het bedrijf niet naar krachtigere computers zouden brengen. Heath Zenith ontwierp vervolgens een op een dubbele Intel 8085-8088 gebaseerd systeem, de H100, CQ de Z100, welke laatste in voorgeassembleerde vorm door ZTS werd verkocht. Dit systeem beschikte als een van de eerste over een bitmap display van 640 bij 512 pixels met 8 kleuren. De H100 kon zowel CPM draaien als een OEM versie van MS-DOS dat Zenith Z-DOS noemde. Op dat moment waren dat de twee belangrijkste besturingssystemen wat destijds een belangrijk verkoopargument was. Hoewel het systeem opnieuw moest worden opgeboet om naar het andere besturingssysteem te gaan, konden beide besturingssystemen wel elkaar schijven lezen. In 1982 introduceerde Heath de Hero 1, een bouwpakket voor een robot, zowel geschikt voor educatieve doeleinden als voor daadwerkelijke inzet in de industrie. De robot werkte met een Motorola 6808 processor en had een ultrasoonsensor en manipulatorarm die was optioneel. De complete robot kostte $2495 in geassembleerde vorm. Een bouwpakket zonder de manipulatorarm kostte $999. Dit was de eerste van een hele serie robotkits van Heathkit voor educatieve doelen en de hobbyistenmarkt.
De ontwikkeling van de hobbycomputermarkt betekende ook het begin van het einde van de bouwpakketten. De computers van Heathkit Zenith waren zeer succesvol. Het bedrijf had echter last van deze ontwikkelingen, waarbij veel hobbyisten ineens veel liever software schreven dan een bouwpakket van Heathkit in elkaar soldeerden. Een bijkomend probleem was de toenemende integratie van de elektronica in de jaren 80 met steeds ingewikkelde printplaten en steeds meer IC's daarop. Hierdoor ging dus uiteindelijk het oorspronkelijke businessmodel van Heathkit verloren. Zoals eerder geschreven, het bouwen van een bouwpakket was nog steeds voldoende leuk. Het was alleen in tegenstelling tot daarvoor niet meer goedkoper. Gedurende de jaren 80 droogde vervolgens de markt voor Heathkit bouwpakketten grotendeels op. Heath slaagde er in de jaren in om voor te blijven bestaan door zich op haar educatieve producten te concentreren en zich te gaan toeleggen op home automation, toen al, en verlichtingsproducten. Toen Zenith het onderdeel waar Heath deel van uitmaakte in 1989 verkocht aan Boole, werd Heath met dit onderdeel ZDS meeverkocht. In maart 1992 kondigde het bedrijf vervolgens aan dat het na 45 jaar de verkoop van bouwpakketten geheel zou staken. Van de bedrijven die in de jaren 60 bouwpakketten leverden, had Heath het trouwens wel het langste volgehouden. Boole verkocht Heath 3 jaar later alweer aan een groep private investeerders, HIG genaamd, die het bedrijf in 1998 alweer aan een andere groep investeerders doorverkocht. Deze groep was uitsluitend geïnteresseerd in de educatieve producten van Heath en verkocht de rest van het bedrijf, bijbehorende producten en de namen Heathkit Zenith door aan DESA International, bekend als leverancier van speciale gereedschappen en verwarmingsinstallaties. In de tweede helft van 2008 verkocht Heathkit Educational Systems een groot deel van haar verzameling oude schema's van bouwpakketten en handleidingen aan ene Don Petersen, hoewel het wel zelf de copyrights en handelsnamen behield. Petersen mocht de oude ontwerpen wel opnieuw op de markt brengen en kon daarbij helpen oude apparatuur te repareren. Heel snel daarna, in december 2008 al, ging de eigenaar van het merk en de copyrights op de producten, DESA International, vervolgens failliet. Heath bestond vervolgens enkele jaren als Heathkit Educational Systems in St. Joseph, Michigan en ging vervolgens in 2012 zelf failliet. Sinds mei 2013 vindt er op beperkte schaal een herstart plaats en op 15 oktober vorig jaar in 2015 werd er een mail rondgestuurd dat het doorgestarte bedrijf ook alle ontwerpen en handelsmerken van Heath in bezit had en dat het ook nieuwe patenten geregistreerd had, een magazijn en een fabriek in Santa Cruz, Californië had geopend en het bedrijf biedt ook weer nieuwe producten aan. Vanaf morgen gaan we in op de omvangrijke verzameling amateurproducten die Heathkit in de loop der jaren heeft geproduceerd. Thank you.
Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. En denk eraan, als je gaat solderen, dat je steeds alleen de kant van de soldeerbout vastpakt waar het draadje uitkomt.